man, ik was gisteren het fietsen en een ernstzinnig ging wat. Ja, we gewoon dadelijk kijken. Ik denk, ja, daar wil ik het minder van weten. Dus ik ben even hier omgefietst, want anders keer zo'n in, ben ik heel de Piershof ingereden. Dan moest ik eens komen kijken waar ze de gezels zijn. Dat verwacht ze hier aan niet. Moest kijken. Daar staat een kerstboom. Gans opgetuigd. Ja, gewoon de bal die hangen erin, boete. Niemand die eraan komt. Er wordt wel van genoten, denk ik. Maar ik ben zo benieuwd wie den boom hier is gekomen. Dus we gaan dadelijk eens kijken of hij iemand van dit pleintje heeft. Misschien weet wat dat is. Ja, hij komt kijken. Hij. De wijnglazen stond klaar. Weliswaar niet met wijn in, maar er zit water in. Ja, een beetje water bij de wijn is altijd goed, dat weet ze. Hè? Nou, en zeker de kerstgedachte, hè, doen eens wat water bij de wijn. Nou, dat wordt heel gans in de praktijk uitgevoerd, dat is wel. Maar wie mensen ertoe gekomen zijn om hier een boom neer te zetten, dat is me echt een vroeg. Ja, en dan hebben we hier een prachtige kerstboom. Maar ik wil eigenlijk een beetje het verhaal weten, dus ik ga eens even kijken of er iemand toe is. Ik zie door een lampje branden. Ik weet niet of die mensen überhaupt met ons gaan praten. Maar vanwege de kerstgedachte zal dat zeker gewoon lukken, denk ik. Ga eens even kijken of hier iemand toe is. Hallo! Hey. Hi, ja, Trudy. Hey. Trudy, ik zei tegen mijn cameraman, ik heb gehoord dat er een kerstboom staat. Ik ben vorige week, of een paar dagen geleden, even gaan kijken. Mm-hmm. En hij zei ook, dat is te gek, dat moeten we even filmen. Maar nou is de vraag eigenlijk, hoe komen ze hier op het idee om daar een kerstboom te zetten? Of staat hij er al langer? Of? Nee, hij staat er eigenlijk pas sinds anderhalve week. En we hadden eigenlijk het gevoel dat er een beetje het kerstgevoel hier beter tot zijn recht zou komen met een kerstboom. En toen kwam het idee om een kerstboom hier neer te zetten, zo groot mogelijk, die te versieren. En eigenlijk is de bedoeling dat iedereen die hier woont, maar ook op de andere hofjes, dat die dan iets in de kerstbomen gaan hangen. Wat een leuk idee, hè? Ja, ja, en desnoods een kerstwens. Als je een kerstwens hebt, hang hem op en ja, dan heb je in ieder geval je wens gedaan. Wie weet komt hij tot uiting. Dus, Wat een leuk idee. Ja. Ik zag, ja, jullie hebben het helemaal gezellig gemaakt. Want ja, ik zag daar een paar glaasjes staan. En weliswaar een lege fles wijn, ja, maar goed. Een beetje de huiselijke sfeer creëren. Hè? Ja. Ik zei al, ze moeten wat water bij de wijn doen volgens mij. Daar. Is heel erg veel water gedaan erbij, ja. 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 Maar de bedoeling is, even nog voor de duidelijkheid van mij. Mensen die een wens hebben. En mogen er ook mensen buiten Piershofje zijn? Ja, iedereen die er zin in heeft die, en die daar behoefte aan heeft, ja, die mag dat doen natuurlijk. Ja. Wat een leuk idee. En dus hier ontstaan gewoon van de mensen met elkaar? Ja, nou ja, we zijn het organiseren van een koffiemiddag. Het is woensdagmiddag, dus daar kan je misschien ook eventjes heen. Die is nu in die eerste woning op de Piershof. En, vooraan ergens? Ja, ja, ja. En ja, we proberen de mensen die wat ouder zijn toch eigenlijk een beetje uit huis te halen. Dat ze ook eens buiten komen of onder de mensen komen. En, want hier woont jong en oud inmiddels, hè? Ja, het is hier aardig een gemêleerd groepje. Leuk. Ja, zeker. Maar we weten van elkaar niet wie onze buren zijn vaak. Dus we dachten het eigenlijk ook een beetje in het kader te doen van kom je huis uit en ontmoet andere mensen. En de vereenzaming hoor je ook natuurlijk zoveel over. Hè? Dus we hopen dat mensen niet vereenzamen. Ondanks dat ze wat ouder zijn en slechter been. En dat proberen we door middel van zoiets, proberen we dat ook een beetje te realiseren. Jullie zijn nu anderhalve week, zei je, staat de boom. Merk je dat mensen reageren? Ook dat ja, mensen, mensen vinden het wel leuk. Ja. Ja, maar er is nog niets bijgehangen, dus dat mis ik dan een beetje. Oh. Ja, de mensen die zijn niet zo. Ook de koffiemiddag, die wordt wel bezocht, maar vaak door dezelfde mensen en vaak ook maar een klein groepje. Ja. En dat is jammer. Dat is niet de bedoeling. Mensen, ze moeten gewoon komen. Weet je wel, het is gezellig om eventjes bij te vaak praten. Vaak is het de eerste keer. Hè? Dat. Ja, maar ja, we hopen ook dat de ouderen, hun kinderen, eigenlijk de ouderen ook een beetje stimuleren van ga er eens heen of pak je moeder bij de hand of je vader bij de hand en ga even een kopje koffie drinken. Dat de drempel al wat lager wordt. Hè? Maar ja,
of dat gebeurt, dat weet ik niet. Hè. Je kan mensen er niet uittrekken uit het huis. Dus, het zijn wel hele mooie gedachten. En dan samen met die prachtige boom. Ja. We gaan er dadelijk nog eens even in kijken, Tom, wat we nou precies zien hangen. Ik kan hem ook even aandoen. Ja, gaat dat? Ja, tuurlijk. Oh, graag, graag. Ja. Kijk, ho, hij is nog mooier. Wat leuk. Hé, hey Tom, dat is toch prachtig, of niet? Wat een mooie gedachte. En kijk eens in den boom. Ja, en daar moeten de wensen eigenlijk, of wensen, of gedachten of zo? Ja, wat je elkaar wenst of wat je zelf wenst. Ik vind, daar kunnen mooie dingen uit ontstaan. Heb jij een mooie wens? Ook dat je die van elkaar leest, hè? Ja, zeker. Dat is, dat is ook een beetje de bedoeling. Ja, maar nou duik je uit natuurlijk. Heb je een mooie wens? Ja, ik heb wel meer mooie wensen. Ja, maar één ervan, ja. Dat we het gewoon met z'n allen gezellig maken en dat we niet te veel fitten en dat we gewoon hopen dat we gezond blijven. En, ja, ik denk dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Maar ik vind dit al prachtig wat jullie hebben gedaan. Ja, dat is zo leuk. Ja. Echt en die mooi. Piek, hè? Die is ook zo leuk, hè? Wat zie je? Die piek, die wijst de andere kant op. Kijk, die piek, ja. Hey, maar ik vond die glaasjes met die fles ook zo gezellig uitzien. Hè? Ja, echt leuk, ja. Een heel leuk idee. Ja, ik sta hier naar die boom te kijken, maar dat is niet een boom van 2,50 natuurlijk. Hè? Want ik heb er zelf gekocht. Nou, je bent al zo 15, 20 euro kwijt. Ja, maar hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie het samen gedeeld of zoiets? Of? Nee, Wonen Limburg die had het initiatief van als je je buurt of iets je buurt gezellig kan maken. En zeker met een bepaalde activiteit zoals kerst. En we willen er ook een kerstborrel een keer aan organiseren. Dus die komt er ook nog een keer aan. Dan willen wij er wel een stukje aan bijdragen. Dus hebben daar een groot deel aan bijgedragen. Dus ja, daardoor kon het een beetje ontstaan. Leuk. Ja. En straks aan de borrel, daar dragen ze er een beetje bij. Ja, ja. Kijk. Ja. Nou, dat is toch een prachtige nieuwe jaar. Ja, ja, zeker. Niet, ja, vond ik ook. Heel leuk. Oké. Dankjewel. Hè. Maar dit is echt zo'n plek om te zingen, vind ik ook. Hè? Van de... oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. La 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 la, je hebt nou allemaal la 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 la. Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Nou, het kerst is er bij u gekomen, maar nogmaals allemaal een hele fijne kerst en een goed oudend en een goed nieuw.